Dit kasteel is beveiligd met allemaal machines die schieten op monsters. Maar hoeveel monsters kan dit beveiligde kasteel nou aan? Wij gaan het vandaag testen. En geloof me, we hebben het hier niet over 5 of 10 monsters. Nee, we gaan het testen met heel veel monsters. Tot welk aantal zou het kasteel stand houden? Je ziet het vandaag. Schatie, er ligt hier een boekje. Ja? Ik was aan het opruimen en ik zie opeens dit hier liggen. Heb jij dit hier neergegooid? Oh, maar net zeggen, nee, die is niet van mij. Oh, wij zijn eens een keer niet degene die rommel maken. Nou, we hebben de primeur in de survival. Zal ik eens kijken wat het is dan? Ja, van wie is het? Oh, het is van onze vriend. Bip heeft jullie hulp nodig. Neem jullie beste girl mee. Turt snel, Bip, Bup, Burp. Uh-oh. Hij heeft onze hulp nodig. Maar ik heb nog helemaal geen goede gear. Nee, ik ook niet. Ik heb niet eens een hoedje. Oh, ik heb hier in ons nachtkastje... Ja? Moet je kijken, wat voor loot. Mwah, wat een collectie. Precies, dus dan kunnen we voor jou wel even een mooi hoedje maken. Als het goed is, had ik ergens nog een hoedje. Oh, iron. Iron, doen we iron. Oh, hier is er eentje. Oh, diamond? Toppie. Yeah. Nou, waar heeft hij onze hulp mee nodig? Wat is nog meer goede gear? Sowieso, ik had ook nog geen zwaard. Golden apple. Kijk toen eens. Jij een zwaard? Ik heb geen zwaard, dus mocht je die... Oh, dat is heel snel. Is er nog iets dat we kunnen maken? Een mining machine? Oh, waar heb je die? Zul die ook in het nachtkastje doen? Dat is een veilige plek. Ja, ik pak ze hier wel eventjes weg, inderdaad. Dan weten we ook tenminste dat daar de goede spullen zijn. De mining machine. Zo. Hoe maak je ook weer een boog? Stokjes en string, want ik ben heel benieuwd of dit te maken heeft met waar Bob het laatst over had. Dat hij wilde kijken of zijn bescherming goed was voor zijn kasteel. Daar had hij het een tijd geleden over. Zou dit ermee te maken hebben? Nou, dat zou zomaar kunnen dan. Ik zie nergens strings. Hebben wij die? Nou, je kan die van spinnen krijgen. Oh, mijn trident! Is dat een goeie? Dat is wel mijn sterkste gear. Je kan hem wel lekker gooien. Precies. Nou, prima. Laten we dan naar Bob gaan. Laten we gaan. Als we alles hebben. Ik heb jou golden apples gegeven. Ik heb eten. Ik weet het ook niet. Misschien wel blokken. Het is altijd handig om blokken te hebben om omhoog te bouwen. Oh ja, die heb ik ook niet. Als we ons moeten beschermen of iets repareren. Ik heb hier dirtblokken. Toppie. Wil je de helft van een stack? Of? Ik heb kobbel. Oh, oké. Nou, laten we eens kijken waar die... Die Bob is. Hey, jij hebt wel een mooie deur. Eerlijk is eerlijk. Dat is een mooi deurtje. Dat is een hele mooie deur. Hé, hey, Burp. Alles goed? Hallo. Burter en Mercia, we gaan testen hoe veilig het kasteel is. We waren er al een beetje bang voor. Ja, maar waarom eigenlijk? Nou, Bub wil weten hoeveel monsters het kasteel aan kan. Dus Boop heeft een machine gemaakt waardoor er elke minuut meer monsters spawnen buiten het kasteel. Oh. Oh, een monsterspawnmachine. Dat klinkt niet heel veilig, Bob. Nee, dat klinkt heel onveilig. Waarvoor zijn wij hier dan? Moeten we dan meevechten of zo? Natuurlijk! Jullie horen bij Bub zijn verdediging. Want wij staan altijd voor elkaar klaar. Toch? Ja, daar heeft hij wel een punt. Wij staan ook altijd voor jou klaar, Bob. Uh-oh. Dat maakt Bip blij. Laten we starten! Oké. Okay. Okay. Laten we starten. Waar moeten we heen? Ik weet het niet. Bub zal vanaf zijn balkon kijken. Veel succes! Oh, nee. Wacht even, wij... Wow, wow, wow. Oh, doe een beetje de deur dicht, Bob. Maar... Wacht even, hij... Oké. Okay. Blijkbaar gaat hij gewoon kijken. Oh, nee. Oh. Is dat... Ah, het is een kleintje! Oh. Oh, nou, gelukkig. Verdediging werkt top, Bob. We zijn klaar hier. Ja, er zijn er hier een paar. Volgens mij... Oh. Dit gaat wel goed. Ja. Oh. Nou, ik denk dat we klaar zijn, Bob. Ik denk het ook. Ja, oppakken en wegwezen. Zet die machine maar uit. Zijn er nog meer monsters? Is die... Oh, er spannen daar monsters. Ja? Ja. Komen er... Oké, wacht. Ga ik naar beneden. Oké, nee, maar verdediging houden. Dit is de test, hè. Dit is de test. Oké. Ja, daar is goed. Inspectie. Ik ga even kijken of de achterkant goed werkt. Even kijken. Oh, er komen er al meer. De achterkant. Oh, er komen ze ook. Nou, lijkt ook goed te werken. Ik ga ze een beetje pakken. Oh, jij gaat meehelpen? Oh ja, wij zijn natuurlijk ook de verdediging, hè? Ja, maar ik ben wel benieuwd. Ik heb XP natuurlijk. Oh ja, dat is waar, ja. Ik heb maar level 2. Oh, echt? Ik ben level 12. Maar krijgen we dan geen XP van...
als die dingen het kapot maken? Nee. Oh. Ik zie tenminste niks wat gedropt wordt. Dus... Oh, spawnen hier nog meer monsters. Oh, nog meer. Wacht, zullen we eens kijken hoeveel eigenlijk het aankan? Want dat moesten we testen, toch? Als jij naar binnen komt. Oh, kijk, kijk, kijk. Ja, die verdediging doet het goed hoor. Lekker gemaakt, Bob. Lekker. Dat Bob ook al gewoon een zombie machine kan maken. Ja, Bob kan alles, joh. Gekke Bob. Niet normaal. Oh, wow. Ja, gaat goed. Ja. Hallo, er komt er een. Oh, er is binnen. Ja. Oké, wacht. Ja, hier is er eentje. Oh jee. Oh jee, oké, dus het begint nu al te kraken. Klein beetje wel, ja. Dat is geen goed teken, want hij zei dat er steeds meer zouden komen. Oh, er ligt wel XP. Oké. Okay. Oh wel. Oh, dat is top. Ja. Nou, er spannen daar heel veel. Oh, oké. Okay. Oh. Oh, de kleintjes komen er doorheen. Oh jee, oké, ik ga ook binnen staan kijken. Misschien... Ik heb het idee dat ze er... Oh, ze komen er nu al doorheen. Ja, maar dat is volgens mij omdat die gewoon op een bepaalde... timing zit. Ah. Dus het is niet zozeer dat hij het niet aan kan, maar hij doet gewoon maar om de zoveel tijd een aanval. Maar wat dan als er heel veel zijn? Wat nou als het een lastige situatie is? Bob, slinger die machine aan. Laten we eens kijken wat het kasteel aan kan. Ik ben heel erg benieuwd. Oh, oké. Okay. Dat neemt hij wel heel serieus. Oké. Je neemt het heel serieus, Bob. Oké, Bob. Dit is denk ik voor nu wel even genoeg, dit of niet? Nou, dit gaat nog goed. Ja. Oké, het gaat nog goed. We kunnen nog meer proberen. Oei, joh. Oh, nee, de kleintjes. Pas op voor kommetje. Oké, maar volgens mij zouden er nu telkens nog meer spannen, zei hij. Oh jee, ze komen echt al binnen. Ja, dit is niet goed. Dit is niet goed. Dit wordt druk, Bob. Dit is erg druk. Oké, maar het gaat wel redelijk, wacht toch? Even, ik hoor... Is dat... Ik hoor slime. Oh, jee. Oké. Okay. Oh! Kijk, er is chaos buiten! Ik word geraakt. Oké, wacht, ik moet heel eventjes... Yo, wat een slijmfestijn! Wat is dit? Komen ze binnen? Ik weet niet. Dit is zoveel slimes. Die brug is al ideaal verdedigen zo. Ja, het is goed dat er een soort van knelpunt is. Inderdaad, dat ze even smal er doorheen moeten. Oké. Okay, ja, dit gaat goed. Hij doet het goed hoor. Ja. Nu zitten er ook nog zombies doorheen. Oké, maar blijkbaar gooit hij dus wat slime in de mix. Ik weet niet of hij nog meer verrassingen voor ons heeft. Kijk, al dat slime daar. Kom, ga ze pakken. Oké, ik ga links ophalen. Doe jij rechts? Kom mee, slijmvrienden. Op naar de machines. Ik ga een prankje maken. Oh, de hele machines gaan lijp. Dit is echt bizar. Let's go. Dit is echt bizar. Er komen nu wel veel binnen. Ik heb een probleem. Oh, nee. Waar zijn mijn gouden... Oké, er komen nu wel een aantal binnen. Oh nee, ik moet niet doodgaan. Ik heb nog één hit. Ik moet heel snel naar huis. Eet je golden apple. Ik zit in ons huis vast. In ons huis? Ja. Oké, dan blijf daar. Ik ga ze pakken. Oké, hier is een andere machine. We hebben natuurlijk ook machines staan, dus die zijn nu ook druk bezig. Ja, alles is druk bezig. Jeetje. Hier zijn nog slime binnen. Ik zal dit opruimen. Ik kom er zo snel mogelijk aan. Oké, ik heb toch veel slime mee? Pak ze, machines. Oké, er staat nog genoeg buiten. Oké, ik ga rennen. Kom naar buiten. Ik ga rennen. Kom snel, op naar het kasteel. Ja, let's go. Wat zijn er nog meer dingen gespand? Of is dit slime en zombies? Nee, volgens mij... Ik heb op twee machines gemaakt. Slime machine en een zombie. Dat klonk niet zo. Zijn dat weer die phantoms? Ik haat phantoms. Ik vind phantoms ook echt irritant. Hey, wat hoor ik? Dat zijn pillagers. Wow, en ook heel veel phantoms boven je. Oh nee, niet de phantoms. Oké, ik ga even boven staan, zodat ik ze goed kan hitten. Oké, dat zijn er veel. Ik ben erop gegooid. Zijn dat die evokers?
wat waren dat? Ik wou net zeggen, het waren een soort van raiders. Hallo, of zo? Ze pakken hun pijlen. Wegwezen. En hier, oh, hier zijn ze ook. Oh, jezus, ze zijn boos. Oh, nee. Oké, ik tag ze allemaal naar binnen. Kom, naar binnen. Oh, daar komen ze. Oké, ik heb niet heel veel levens. Oef, oh, ze doen veel damage, joh, met hun exen. Oké, pak een gouden appeltje. Oh, joh, ik heb 3 hartjes over. 3. Oh, daar zijn ze. Oh. Oké. Oké, ik ga ze pakken. Pas op dat je niet doodgaat, hè. Ik denk dat Bob toch voor extra verdediging ook nog een machine hier in het midden moet plaatsen. Zodat dat, als ze binnen zijn, is er niets wat ze aanvalt. Nee, maar wat we kunnen doen is we kunnen een van onze machines pakken bij ons huis. Oh, mag ik dat snel doen? Ja, kom, doen we samen. Oh jee. Ik ga weer naar binnen. Ik ga snel. Oh nee. Kom op. Oh, kleine dwergies. Oh, het lukt niet. Kom op. Nou. Kom hier. Oké. Oh. Heb je de machine? Volgens mij lukt het. Oké, let's go. Ik heb hem. Zet hem hier midden. Let's go. Oké. Dit is een aanpassing voor jou, Bob. Want dit helpt ook mega met die phantoms. Precies. Oh. Wow, dit is top. Dit is echt super. Want ze zijn hier allemaal in een lijntje. Ja, kijk, want ze zijn hier in een lijn. Kijk, ho, ik ben niet aan het healen. Kijk nou, deze lijn die hit perfect. Ja, want nu pakt hij ook het bruggetje mee. Yes, nou hij moet het zelf nog even mooi maken dat het allemaal mooi hier staat. En dit is toch top. Oh. Ik ga even kijken of er nog nieuwe beesten zijn op de pillagers na. En de slime en de zombies. En de phantoms. Even kijken. Okay. Er zijn veel daarachter. Er zijn van die zwijnen. Oh, zo de knetter. Oh, die zijn er ook nog? Jap, en er zijn hier heel veel pillagers. Ga jij ze naar binnen halen of doe ik het? Nou, die zijn er al. Oké. Ze zijn er al. Ik ga hun naar... Oh, ze vallen allemaal die pinks aan. Ze vallen aan. Oké, ik ga hier... Zo, ik ga de pillagers meenemen. Hallo, pillagers, vriend. Oh, de damage. Oké, dat was heel veel damage. Oké, ik kom je helpen. Ze komen maar naar achteraan! ze zijn zo boos. Ze zijn echt heel boos. Oef. Hey, Emerald. Kijk, ook zo boos. Oké, laten we de rest ook nog ophalen. Oké, daar komen ze. Dit is echt gek huis, joh. Maar ik ben wel level 17. Hey, nog een Emerald. Ja, dat zijn van die... Dat is echt fijn. Oh, er zijn hier heel veel slimies. Slijmerige... Mini. Mini slimy. Oké. Wow, het is hier buiten echt een chaos. Oh, ook heel veel spinnen. Oh, dat is... je had je strings nodig, toch? Oh ja. Oké, ik zou zeggen... Ik denk... Ik kan me niet voorstellen dat er nog heel veel meer gaat komen. Zullen we heel eventjes wachten? Doen we 1 grote ronde. En dan trekken we iedereen naar binnen en kijken of hij dat redt. Oké, even healen dan. Yes. Alright. Ik heb mijn golden apples... Yes. Ik ga die sowieso nemen, want het wordt gevaarlijk. Dan ga jij naar links, ik ga naar rechts. We trekken iedereen naar binnen. En dat is dan de laatste test, oké? Ja, dat is goed. Alright. Ben je er klaar voor? Ik heb alleen een gouden appel meer, dus ik kan mezelf niet beschermen. Oké, neem jij dan de gouden appel? Heb ik... Nee. Ik heb er al 2 verpest. Oké, dan neem ik er één. Ik ga naar rechts. Ja. Oké, ik ga weer naar binnen. Het is wel genoeg zo. Dit is echt wel genoeg zo. Holy moly. Mijn hele game is aan het laggen. Oké, machine, doe je werk. Kom op, machine. Ik pak die kleintjes. Oh, ik ga naar boven toe. Ik krijg ook zoveel damage. Holy moly, kijk, dat is toets. Kijk, die kleintjes. Ik moet hier naar buiten. Ze maken de scaffolding kapot. Oké, we hebben denk ik iets te veel gedaan. Abandon het kasteel. Iedereen eruit. Oh my god, dit was zoveel. Dit was echt niet te doen. Oké, nou we hebben in ieder geval de limiet bereikt en we hebben het overleefd. Dus dit was volgens mij wel een goede test, toch? Meer dan een goede test. Dit was echt gewoon een uitdaging. Holy moly. We zijn wel bij de level 20. Kom, dan gaan we aan Bob vertellen. Zo, we pakken deze laatste. Eigenlijk zouden we gewoon de deur dicht moeten doen.
komen ze niet meer binnen. Ja, dat zou wel beter geweest zijn. Kijken. Zo, dit zijn de laatste. Wat een gekke huis. En we weten nu wel goed wat de limiet is. Dus de test... Nou, dat was het eroverheen. Ja, maar daardoor is de test is wel gelukt. Zeker. Kom, we gaan naar Bob toe. Oh, Bob. Jeetje. Bob. Nou, volgens mij was de test succesvol. Dat denk ik ook. Het is jullie gelukt. Bub was veilig tijdens de monsterinvasie. Dank jullie wel voor het testen. Geen probleem, Bob. Geen probleem. Wij gaan even 10.000 grijze haren verven. Ja. Maar het is in ieder geval gelukt. Wij gaan even uitrusten, toch? Even iets, ja, een beetje chillen. Naar huis gaan. Wij, ja, gaan even naar huis en even chillen. Oké, durg. Hey, Bob. Durg, Bob. En let een beetje op jezelf, oké? Niet dit soort gekke tests weer doen. En dit soort machines uitvinden vind ik ook wel... Ja, hij blijft het verzinnen. Echt. Kijk nou wat een veld hier, joh. Oh, er is nog wat restantjes. Jeetje, nog een paar slimes. Oh, kijk hoeveel slimeballs. Hoeveel heb jij in je inventory? Ik zit helemaal vol, maar ik heb ook heel veel rotten flesh. Ja, dat geloof ik. Mamma mia, wat een test was dat. Echt. Oh, de Hall of Fame. Ah, nou, gooi op deze speciale aflevering nog even iemand op de Hall of Fame. Ja, toch? En dan zeg ik ondertussen nog eventjes, dames en heren, scoretshirtmountshop.nl. Want we hebben ze in het prachtig zwart en in het wit. En hopelijk breekt de zon lekker door. En kan je lekker een t-shirtje rocken deze zomer. De winnaar van de Hall of Fame van vandaag is... Yara. Yara, gefeliciteerd! Gefeliciteerd, Yara. Yara zegt, ik vind de series echt wel leuk. Mag ik alsjeblieft de Hall of Fame? Mijn naam is Yara. Natuurlijk, Yara. Wij zetten jou erop. Van harte gefeliciteerd. En als jij de serie ook leuk vindt, elke maandag, woensdag en vrijdag, vergeet niet te abonneren met het belletje aan, want het is tijd om te gaan. Tot de volgende keer. Doei! Ciao.